Daarna gaan we binnen opruimen. Dat betekent dat de kisten compleet gemaakt dienen te worden. Dat alles er weer in gaat. De scholen zijn weer begonnen. En dat betekende dat het bij Da Vinci eventjes buiten een hele grote puinhoop was. Want er stonden wel zeker 4 auto's die eruit zagen alsof ze helemaal in de prak gereden waren. Dat hoort ook in het begin van het jaar. Dat hoort een beetje gezellig te zijn. Dit is de introductieweek. En jongens die gaan dus nu met elkaar auto's die wij afserveren, die gewoon klaar zijn, zo licht mogelijk maken. En met die auto's, als ze licht zijn, een duwwedstrijd houden. En hopen dat de lichtste gewonnen heeft of de beste chauffeurs. Hoe ziet zo'n introductieweek eruit? Nou, ze krijgen dinsdag een introductie over het Da Vinci College en wat er allemaal gaat gebeuren in het schooljaar. Spullen bij elkaar hebben, gegevens noteren, telefoonkringen maken, je kent dat wel, gewoon. Woensdag is dus dit, 's morgens voor niveau 2, 's middags voor niveau 3, 4. En donderdag is een hele beachboardsdag waar ze met elkaar gaan zwemmen, varen, spellen doen. Kortom, aan elkaar wennen. Vrijdag mogen ze uithijgen en maandag is het starten en is het de lol voorbij en dan gaan we aan het werk. Dat er zo druk gesleept werd met kapotte auto's is niet voor niks. Deze jongens doen allemaal automonteurstudie op verschillende niveaus. Niveau 2, 3 en niveau 4. Kan je er iets over zeggen, hoe die niveaus liggen? Nou, niveau 2 moet je toch vooral denken aan de routinewerkzaamheden die gericht zijn op onderhoud, banden, uitlaat en dergelijke. En niveau 3 en niveau 4 liggen wat dichter bij elkaar. En er komt ook reparatie bij, monteren van accessoires zoals een trekhaak en dergelijke. Elektriciteit komt er uiteraard bij. En het grote verschil met niveau 4, dan komt de diagnose erbij. Problemen oplossen. Ja. Heel veel elektro, heel veel goed nadenken, kunnen analyseren. Dus zo zitten de verschillende niveaus in elkaar. Als ze klaar zijn, zijn ze volledig monteur? Ja, zeker niveau 4. Niveau 2 en niveau 3 zullen ook heel vaak nog bij de merken apart worden opgeleid voor het speciale merk. En de nummer 1. Onbescheid. Ja hoor. Daar gaan we. Ja toch. De kroon terug hebben. Ja. Dat kun je delen met z'n allen. Ja? Oké. Okay. Hier bij de. Wacht maar. Wacht maar. Kijk die prijs. Oh ja, toch. Hij werkt.